NEC kwam tekort in de Kuip tegen Feyenoord en verloor van de koploper met 4-0. We spraken na afloop met trainer Peter Huballa en Jordan Larsson. Peter, 4-0 tegen Feyenoord. Was het vechten tegen de bierkaai na de 1-0? Want tot de 1-0 hadden jullie nog eigenlijk wel aardige mogelijkheid om in de wedstrijd te blijven. Nee, ik probeer realistisch te analyseren. En, je speelt tegen een topteam, daar zijn wij natuurlijk niet goed genoeg voor. Maar we hebben toch momenten gehad waar ik echt trots op de jongens van. Moet je echt zeggen, also, dat is een hele andere nederlaag als tegen PSV 4-0 of Ajax 5-0. Dat was ja helemaal dramatisch. En vandaag was het ja niet dramatisch. We hebben ja even momenten gehad waar we een beetje voetballen spelen kunnen. Waar we echt momenten hadden, daar kunnen we diep gaan. Dan is het de pass net niet aangekomen. Jordan, you were born here in Rotterdam, so was it a special day for you? Everybody asks this question. I mean, of course, the Kuip is an amazing stadium, and yeah, the atmosphere was great. But like I said before, when I play, I need to focus on my game, and I can't think about what's around me. But of course, it's an amazing stadium, the biggest one I've been to yet in my career. Kijk, we hebben ook twee A-jeugdspelers in de eerste elf, een heel jonge team. Met de jongste in de Eredivisie en 2-0 is nog maar zo'n beetje echt wat tegen de hoofd krijgen. En dan komen we in de tweede helft weer goed eruit. Schakelen altijd tegen countervoetbal en ook maar balbezitvoetbal. Ja, en dan denk je altijd, oké, als we nu misschien 2-1 scoren, ne, maar Feyenoord, klar, ja, als die gecounterd hebben, dan hebben we problemen gehad. En dan heb ik besloten, we gaan nu op 3-3-4, also volle bak offensief. We proberen echt kwantitatief en kwalitatief nog 1-2 te scoren. En dan worden we twee keer uit gecounterd en dat, ja, dat neem ik dan ook mee. Ook. Maar goed, dat was schokken. We kunnen zeggen, ja, 2-0 bleef het, dan blijft maar defensief. Maar ja, ik denk altijd offensief en probeer dan... Oh, misschien nog de punten pakken hier. Your father was watching from the stands. How was it for you to play for him in his stadium where he played a lot of matches for Feyenoord? Yeah, I mean, I didn't think about it so much. Like I said, I just need to. I went out and tried to do my best and do what I can do. But yeah, I mean, of course, when your father is here, you want to do something extra. But it's difficult today in the game. Volgende week Go Ahead. Dat zijn de wedstrijden waar het moet gebeuren eigenlijk, hè, voor NEC. Ja, dat zeg je zo op de kroegcoaching-style zeg je natuurlijk het moet. Maar dat is natuurlijk ons niveau. Dat is een 50-50 wedstrijd. Wij gaan voor de handhaving, alles andere met Europa League en zo. Dat wil ik helemaal niet horen. En als, nou, komen we met de altsin, als we dat winnen, dan hebben we een heel grote stap gedaan. En dat weet het team ook. Also, we waren ook helemaal niet triest in de kleedkamer. We waren heel normaal realistisch. En we gaan volle bak voor Go Ahead. En het was ook belangrijk dat... Vormitsch of Bikel, Dumic geen 50 keer hele kaart gekregen hebben. Daar hebben we ook een beetje gegokt mee. En, maar ja, go ahead en dan komt Pek. Dat zijn onze wedstrijden. En ja, ik moet toch zeggen, Feyenoord, PSV, Ajax, dat is echt bonus.